En welkom bij een nieuwe vlog op It's Ultraks. Vlog nummer 34 alweer. En ik wou het vandaag met jullie hebben over vooroordelen. Daar wou ik het vandaag eens over hebben. Vooroordelen, wat is dat? Ja, vooroordelen zijn dus graag een mening hebben over iemand anders uiterlijk. Omdat iemand anders eruit ziet, anders geaard is, andere religie hebt. Iemand een handicap hebt. En ik word daar een beetje moe van. Van mensen die vooroordelen hebben. Mensen die mensen die mij niet mogen omdat ik een andere kijk heb. Anders eruit ziet. Anders reageer. Anders misschien anders eruit ziet. Andere meningen heb. Een handicap heb. En daar word ik een beetje dood en doodziek van. Ja. Ik word daar zo moe van. En dan, als je dan erop reageert, dan vinden mensen het nog raar dat je ook kwaad wordt. Dan vinden mensen dan heel erg raar. Dan denken ze van, goh, hoe komt het toch dat hij mij niet mag? Nou, omdat jullie dus vooroordelen hebben over een ander. Dat is dus echt iets waar ik een ontzettende hekel aan heb. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Kunnen er ook soms niks aan doen. Dat iemand nou anders is. Of anders praat. Of anders reageert. Anders eruit ziet. Maar voor sommige mensen vinden dat nogal. Die vinden dat nogal leuk. Om dan een ander erop af te rekenen. Ook op Facebook gebeurt dit en op YouTube gebeurt het. Overal begint het eigenlijk wel. Overal worden er wel voor zulke streken uitgehaald. Ik heb ook iemand die dus graag op Facebook het ontzettend leuk vindt om aandacht te krijgen. Echt zo'n aandachtvragend persoon. En dan gaat ze overal gaat ze berichten lopen plaatsen van kijk eens hoe ik eruit ziet en hoe tof ik ben en dit en dat en dus zo. Ja, en die kikt gewoon op Facebook reacties en die kikt graag op likes. En dan denk ik bij mijn eigen van ja, waar is dat nou voor nodig? Ja, want er reageren dan ook andere mannen op. Een heleboel mannen. Ja, en mevrouw die reageert natuurlijk graag op alleen knappe mannen. Als ik dan een reactie plaats, dan ben ik een zeikert en ben ik te min. Terwijl ze wel met een ander er vandoor gaat. En dan, als je dan er nog op reageert of zoiets hebt van, joh, weet je wat jij doet? Ik verbreek lekker de verbinding. Zoek het maar uit. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Dan vinden dat mensen vinden dat dan raar. Nou, ik vind dat totaal niet raar. Want als iemand een eigenschap heeft... om zelf egocentrisch te denken, alleen maar aan een eigen belang en niet aan het belang van een ander, dan ben ik meestal altijd heel snel klaar met zulke mensen. Ja, dan vind ik dat dat zou dan ook wel weer een vooroordeel kunnen wezen, maar nee, dat is het echt totaal niet. Mensen die willens en wetens anderen schofferen op uiterlijk, daar ben ik heel snel klaar mee met zulke mensen. Ja, en dan heb je ook nog mensen die het leuk vinden om vooroordelen te hebben over bijvoorbeeld mensen die kaal zijn. Die hebben dan gelijk kanker. Laat ik het zo maar even gelijk zeggen. Ja, als je dus kaal bent, dan heb je gelijk kanker. Dan heb je daar zelf helemaal niks over te vertellen.
Je hebt daar niks over te zeggen. Je wordt dat gelijk, spontaan wordt dat gelijk aangemeten. Ja. En als je dus lelijk bent of, nou ja, ik ben zelf, ja, ik heb een hele tijd best wel last gehad met mijn eigen identiteit, omdat ik, ja, ik ben tenminste wel iemand die nuchter kan relativeren over mijn eigen. Ik ben niet de knapste, dat geef ik gewoon eerlijk toe. En daar heb ik een tijdje heb ik daarmee moeite gehad. Nou ja, moeite mee gehad. Gewoon dat je een beetje in een isolement raakt, omdat je dan bij je eigen denkt van ja, ik ben niet echt de allerbeste en de allerknapste en de allerslimste. En ja, is dat mijn schuld? Heb ik daar zelf voor gekozen? Maar ja, nu kan ik wat beter relativeren. En nee. Daar kan ik helemaal niks aan doen. Ik kan helemaal niks aan doen omdat ik wat minder misschien kan leren. Of minder snel dingen kan begrijpen of zo. Nee, daar kan je niks aan doen. Nee, daar kan je niks aan doen. Weet je wat dat is? Dat heb je gewoon meegekregen. Daar kan je niks aan doen. Dus ga dan niet mensen veroordelen daarover. Alleen maar omdat ze wat slechter mee kunnen komen of niet goed kunnen leren. Ja, dus daar kan de mensen echt helemaal niks aan doen. Stop met vooroordelen. Nou, ik zou zeggen, vinden jullie deze vlog leuk? Ik zou zeggen, doe even een blauw duimpje de lucht in. En ja, doe een blauw duimpje de lucht in. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer op mijn kanaal. En doe een blauw duimpje de lucht in. En ik zie jullie bij de volgende vlog op It's Ultwax, de enige echte. En ik zou zeggen, de groeten allemaal. Krakati, krakata, de mazzel, tja!